Yo, kijkers van Game & Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug in Mindtopia, mensen. En vandaag zijn we in het prachtige Malibu, natuurlijk, bij mijn huis. En ho, welkom in Maxtopia. Het staat er nog steeds. Fucking grappig. Hebben we nog biertjes? Ja, we hebben nog een biertje, oftewel wijn gekregen. Vandaag gaan we iets doen wat heel veel mensen wouden. We gaan een auto kopen. Maar ik dacht, die mensen heb ik online geroepen. Ik dacht, wat als ik nou gewoon lekker met dat helikoptertje gewoon binnen ga vliegen in die autoshop. Dus ik pak mijn helikopter, we gaan opstijgen. En we gaan dus een auto kopen. Ik heb een beetje gekeken welke auto's er zijn. En ja, er zijn een bruine. Even kijken, ik moet even opstijgen. Even rondje mijn huis. Een bruine, een gele en een roze. En de roze is... Oh shit! Oh my god. Oh my fucking god. Ik ben echt een noob. Ik ben echt een... Ik drukte op shift, mensen. Ik drukte op fucking shift. Oh my god. Oh my god, ik ben echt slecht. Ik had een half hartje over voor de mensen die het niet zagen. Een half hartje. Als je op shift drukt, dan ga je dit uit je helikopter. Ik schrok me dood. Het is ook letterlijk de eerste keer dat ik deze fout maak. Oh my god, nou hopelijk kunnen we die helikopter nog wel in. Als ik helemaal boven sta op het dak, kunnen we er misschien in vliegen. Oh, wat een fantastisch begin van de video. Wat een fantastisch begin van de video. Oh mijn god, zeg. Nou, in ieder geval mensen, als je het leuk vindt dat we een auto gaan kopen, doe even een likeje en dan vergeet zeker niet te abonneren. En dan ga ik even kijken, waar was het? Oké, we kunnen er makkelijk heen vliegen als het goed is. Oh mijn god. Kunnen we erin? Kunnen we erin? Ja, het is me gelukt. Oké, en nu moet ik van die shiftknop afblijven. Oh, 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 die helikopter. Het is mijn eerste keer dat ik zo'n fout maak. En ook gewoon letterlijk in de opname. Ik ga echt zoveel reacties hierover krijgen dat ik zo noob ben. Ik had gewoon een half hartje, jongen. Ik schrok me echt dood. Nou, snel naar die autoshop. Daar is het al. Nou, we gaan gewoon letterlijk binnenin vliegen. Kijk, kijk. We gaan er gewoon invliegen. Even parkeren. Ik moet even parkeren. Volgens mij hebben ze niet eens door dat ik er ben. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar we zetten hem wel even hier neer. Hallo! 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 Ik was net bijna dood. Had half achtje. Viel uit mijn heli. Maar daar ben ik dan. Ik wil auto kopen. Kopen. Oh mijn god, mensen, jongen. Die helikopter, jongen. Dit is echt gewoon te erg. Dit gebeurt ook nog gewoon in de video. Nou, ik weet niet. Gaat ze me helpen? Ja, ze gaan me helpen. Nou, ik ga een auto kopen. Ik denk dat ik die gele ga nemen. Die is middelsnel. Niet super snel. Ik kan het 75k. Dan gaan we hem gewoon doen. Bevalt je? Ja. Gele. Gele wil ik. Gele auto. Die is denk ik niet te snel. Dan kan je het nog mensen fatsoenlijk mee sturen. En wens 11 staat bij het tankje. Ja, doe die tank er ook maar bij. Nou, waar moet ik heen komen? Ik mag meteen betalen zeker. Oh mensen, ik ben dus fucking echt, jongen. Oh, dat ik eruit viel, jongen. Ik schrok me echt dood. Nou, wat moet ik nou gaan doen? En nu? Systeem. Ik weet niet wat. Oké, goed. Zal het in het systeem zetten. Oké. Nou, ze gaan het in het systeem zetten. Wel sneller als die heli. Want die heli heeft 3 weken geduurd voordat ik hem kreeg. Meneer Wens 11. Oh, ik mag gaan betalen. Mag ik pinnen zeker? Pinnen! Nou, we gaan pinnen. Bankpas, mijn bankpas. Kunnen we hem hierin doen? Nee, nog niet. Is er nog iemand? Hey, Trudy Gamer! Nou, kunnen we betalen? Ik heb die stacks bij. Ze zeggen niet zo heel veel, die medewerkers. Ik weet niet wat hij komt doen, maar... Misschien een heli kopen. Oh, oh, oh. Nou, in ieder geval, mogen we betalen? Hallo? Oh. Mogen we betalen? Gaat Trudy Gamer misschien ook wat kopen?
Hij is van de manager van het resort hier in Malibu. Kan ik nou nog betalen? Dat wordt dan zoveel? Nee, ik wist al dat het kost. Nou, oké dan. Best duurste autootje, maar ja, je hebt er ook wat voor. Je kan natuurlijk gewoon rijden op Mytopia, jongen. Vliegen met die helikopter. De helikopter kost een miljoen. Dus dan valt dit ding wel mee, dat autootje. Het wordt trouwens na 3 dagen. Ah, oké. Okay. Dat is sneller als die heli. Nou, het wordt na 3 dagen geleverd. Oh, oh, oh. Doe maar in de brievenbus. Nou, moet ik het ook nog betalen? Betalen of krijg ik het gratis? Oh, jammer. Even kijken, pinconsole. Typ accept. Accept. Oh, en ik heb 275 doezoe betaald voor de auto. Letterlijk een inklap met mijn pinpas. Nou, die pinpas die borgen we weer op. Hoppakee. En dan hebben we gewoon een auto betaald, mensen. Want jullie wouden natuurlijk dat ik een auto... Misschien volgende keer zo'n scooter als die te koop zijn. Als we de 1000 likes halen, mensen, dan gaan we... Het volgende kopen wat er komt. Dus een scooter of weet ik veel wat we kunnen kopen. Dan gaan we gewoon nog iets kopen. Dus 1000 likes, net als de vorige keer. We hebben de 1000 likes gehaald. Dus toen ging ik een auto kopen. En ja, ik ga de auto kopen nu. Zoals jullie zien. In ieder geval doe die like. En vergeet zeker niet te abonneren. We hebben bijna de 10.000 abonnees. Zou het tof zijn als we die nog gaan halen in 2017. Nou, krijg ik nog een boekje. Volgens mij is het een nieuwe medewerker. Ze is een beetje heel langzaam met die boekjes. Nou, ondertussen gaan we even kijken. Manager Benny's Wens 11. Staat er nog iemand anders? Nou, kijk. Twanske is nou de CEO. Omdat hij nou de PL is. Nou, krijg ik nog een bonnetje of... Het duurt wel erg lang. Ja, ik krijg een bonnetje als het goed is. Nee, ik krijg geen bonnetje. Nou, ze mogen best wel wat meer praten, die mensen hier. Dat duurt wel heel erg lang. Nou, we gaan even een rondje vliegen met de helikopter of... krijg ik nog wat? Want ik snap het niet helemaal. Nou, kom op. Krijg je nog wat? Oh, mensen, ik ga nog steeds... Ik ga straks even die opname terugkijken hoe ik uit die helikopter viel. Mensen gaan zich echt kapot lachen, jongen, hoe ik uit die helikopter viel. En het was het mooie ook nog gewoon dat ik een half hartje precies over had dat ik het nog overleefde. Dat is toch het mooie. Ah, ik krijg nog wat. Een boekie. Aankoopbewijs. Koper. Eigenaar. Auto. Thanks. Dit keer wel. Op tijd. Afleveren. Ik zei. Doei. Nou, vorige keer duurde het namelijk heel lang. Nou, we gaan met de helikopter vandoor. Hoppa. En ik blijf van die verdomde shift-knop af. Ik zweer het je. Opstijgen die handel. Want ik zweer het je. Het is mijn eerste keer dat het gebeurt, hè. En ik zei nog in het begin, het gaat me nooit gebeuren dat ik eraf val uit het ding. Maar ja, het gebeurt toch. En dit is een fucking cool zwembad. Nou, we gaan weer naar het huis vliegen. In ieder geval, als ik nou volgende keer dat doe, dan moet ik het tenminste boven water doen. Dan val ik het tenminste niet af. Ja, val ik tenminste niet dood, wil ik zeggen. Nou, we parkeren hem. Nee, we parkeren hem onder, want dat is veel handiger. In ieder geval, mensen, we hebben dus een auto gekocht. Ik ga even de aankoopbewijs in mijn briefbus leggen. Dat is een beetje mijn opslag. Even kijken, even landen. Dan heb ik dat altijd al liggen. En zodra de auto er is, ga ik misschien een race houden. Misschien kunnen we een keer een race houden door Malibu met Malibu-gangers. Voor geld of zo. Toen allemaal 100.000 inleggen, want ja, de rijke mens zit hier. En dan gaan we gewoon racen door Malibu voor 1 miljoen of zo. Dus lijkt me wel een tof plan. In ieder geval, dan moet ik wel eerst wachten op mijn auto heb. Nou, parkeren die handel. Ho, 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 ho. Nou, zo staat het wel goed. Nou, in ieder geval, ik even naar mijn brievenbus. Ik heb trouwens nog wat wijntjes gekregen. Die ga ik ook meenemen. Die ga ik al uitdelen aan mensen die ik tegenkom. Nou, in ieder geval... Hoppa, hoppa, hoppa. In ieder geval, we hebben dus heel wat beleefd vandaag. Aankoopbewijs, ja. Heel wat beleefd vandaag. Kunnen we er eentje drinken? Nee. Ja, zoals ik al zei, we hebben heel wat beleefd vandaag. We zijn uit de helikopter gevallen. En een auto gekocht. En ik denk... Dat meer mensen een stukje leuker vonden van dat ik uit de helikopter viel dan dat ik de auto kocht. Maar dat maakt niks uit. Dit was dus de video. Ik kan niet verschillend meer praten.
kan echt niet. Ik ben zo wat gevallen uit die helikopter dat ik niet meer fatsoenlijk kan praten. Dit was dan de video. In ieder geval, vond je het een leuke video? Doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben bijna de 10.000 abonnees, zoals ik al zei. Laat achter wat je ervan vindt. En als je een keertje wil racen met mij, kan ook. En ik verspreek me echt de hele tijd. En hier zijn we er weer. En ja, dat was dus de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En vergeet mij zeker niet te volgen op Twitter. Linkje in de beschrijving voor alle updates. Doei!